volgende keer Provinciale Statenverkiezingen op 15 september. Vind ik wel qua weer beter, ja. Stukken ja. beter. En dan gewoon lekker op het terras ook. Ja, ja, dan gaan we lekker buiten schilderen de volgende keer. Hoe vond je het gaan? Nou, ja, ik vond het, het is geen maalwaal. Van Limburgse. De artistieke waarde is, kunnen we wel zeggen, vrijwel niet heel. Nee, ze hebben geen talent voor schilderen, maar hopelijk dan wel voor het besturen van Gelderland. Ja, ik merk toch al wel dat bijvoorbeeld zo iemand als Peter Drent dat een duidelijke bestuurder is. Die gaat meteen weer overleggen en dingetjes willen regelen. Ja, en de quiz, hè. De quiz vinden ze toch spannend, die lijsttrekkers. Ja. Ook wel grappig dat die Drent op het laatst nog een streep door het vliegveld Lelystad zet. Hè? Oh ja, dat was ook wel heel opvallend. Heel opvallend. Nou, we gaan kijken hoe het nu is. We hebben de SGP. Ja. Altijd gezellig met de SGP. Ja, stiekem een jenever drinken zijn dat natuurlijk. Dat is ook wel leuk. Ja. Volt. Volt, ben ik ook benieuwd naar. Ja, ik ook. Heel benieuwd. En Ja 21. Er is ook een paar nieuwkomers vandaag. Ja, ben ik wel benieuwd. Ook wel benieuwd naar. Sla je nog vaker op mijn schouder? We gaan snel die kant op. Ja, je hebt een beetje pijn toch? Een beetje pijn. Ja, kom lekker aan het zitten. Meid, maakt me graag. Kijk hoor. Ik vond het trouwens wel dat sommige mensen ook wel heel stellig waren hoor, vorige week. Wel, maar dat moet ook. Ja, dat vind ik helemaal niet. In deze tijd. We zijn op zoek naar een nieuw verhaal voor Gelderland. Hoe glorieus ons verleden is, daarover hebben we vaak verteld. Maar wat wordt onze toekomst? Ja, hoe ziet het land eruit voor onze kindskinderen? Met de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart in het achterhoofd... gaan wij met open vizier op zoek naar een vergezicht voor ons mooie Gelderland. Gelre! Een nieuwe ronde, nieuwe kansen en twee compleet nieuwe lijsttrekkers. Dit is Elri Bakker-Derks uit Groesbeek. Telg uit een ondernemersgezin, lijsttrekker van Ja 21. Maar waar zeggen we eigenlijk ja tegen? Ja 21. Hallo. Ik ben Ridder Bas, dit is Ridder René. Welkom in het Stadsmuseum Harderwijk. Voor Volt wordt het de laatste eerste keer. Ze zitten al in Europa, in de Tweede Kamer en in een aantal gemeentes. Lijsttrekker Elmar Teunen... Vrouw uit Wageningen moet ervoor zorgen dat ze ook in de Staten van Gelderland terechtkomen. De derde in het gezelschap is een routinier. Klaas Ruitenberg van de SGP, statenlid sinds 2011. In termen van de politiek een eeuwigheid, maar op de tijdslijn van onze lieve heer natuurlijk een minuscule stip. Wat gaat hij de komende jaren toevoegen? Zal ik uw jas ook even aannemen? Ja. Nee, dat doet Ridder Bas, die kan ook wel eens wat doen. Ja, ik heb de oprichting van Volt wel meegemaakt. Dat is waar. Daar was ik bij. Ja, we gaan... Zullen we eens een beetje vertellen wat we gaan doen? Ja. Ridder René en ik hebben, toen we het museum openden, dachten we van... Nou, we hebben rust, we kunnen op onze lauwer gaan rusten, niks is minder waar. We vonden een brief met daarin een opdracht van de hertog. En wij ridders gehoorzamen de hertog altijd. En de opdracht was... om nou eens te gaan kijken van welk Gelderland laten wij na aan onze kindskinderen. Dus niet zozeer vanuit ons belang nu, maar ook naar een vergezicht of zelfs een ideologie. Hoe gaan we dat achterlaten? Want de keuze die wij nu maken is bepalend voor twee generaties, drie, vier, vijf en nog veel verder. Dan gaan we ook een beetje misschien kijken waar we elkaar vinden. Want we moeten toch samen gaan doen. Ridder René en ik hebben daar iets op bedacht, van hoe gaan we dat nou doen? En we dachten... Nou, dat vergezicht schilderen, dat ligt misschien zo voor de hand... dat we ook dachten, we gaan jullie laten schilderen. We hebben nog bedacht een stoel voor de komende generatie. Die zetten we erbij. Kunt u af en toe naar kijken, zodat u ziet... de komende generatie kijkt met ons mee. We doen het voor... de ongeborene. Ja, die op deze stoel zit. Virtueel, virtueel. Dus die is erbij. Politici klaar. Schilderen maar. Ja. Ja, dat is het. Zoek een mooi plekje uit. Zoek een schortje uit. Ja, schortje. De kleurtjes staan hier. Nog even het paletje. Helpen. Gaat het wel? Ja. Een roze hier. Verschillende elementen. Dat mag ook, hè? Je bent helemaal vrij in je eigen creativiteit. Ja, dat is het ergste. Dat is het ergste. Maar over zo of over zo? Ja, dat weet ik nog niet. Dat het helemaal losgaat. Het is een kerk, hè? Ja, het is een kerk. Ik zag het opeens aan de raampjes. Het hoeft niet het Gelre van nu te zijn. Hè. U mag helemaal fantaseren hoe het er over 30 jaar uitziet. Je mag zelfs naar het oude Gelre terug. Ja, daar heb ik even gedacht, ja. Een beetje PVV-gedachten, meneer Ruitenberg.
Dat zijn vogels, toch? Dat zijn vogels, oké. Okay. Nou, het is wel kleurrijk, mevrouw Bakker. Zeker, het leven is kleurrijk. Ja, in Gelderland zeker. In Gelderland zeker. En bij u ook, ja. In Groesbeek. Zeker. Het Rijkswald, zie ik dat er ook in terug? Nou, in ieder geval bij uw omgeving? Bos. In ieder geval bos en natuur en groen. Want dat is natuurlijk volgens mij een voorwaarde om prettig te leven. Natuurlijk richten alle partijen zich weer op de boeren. Ja, dat is opvallend toch? Van de 2 miljoen Gelderlanders zijn er maar een paar duizend boeren. Ja, het gaat natuurlijk ook over hoe ons landschap eruit gaat zien. Oh ja, en de biodiversiteit van onze natuur natuurlijk, hè? Niet te vergeten. Het is wel echt een SGP-werk, hè? Met die kerk zo in het midden. Ja. Wist u dat van tevoren al? U dacht, nee. Ik moet gaan tekenen, schilderen. U reed hier naartoe, die kerk die komt in het midden. Nee, absoluut niet. Dat is wat in me opkomt op het moment dat je de opdracht geeft om het te doen. Ja. Voor mij is heel erg dat mensen staan centraal. En wat we doen, doen we voor de mensen. En nou, als je kijkt bijvoorbeeld, dit symboliseert een beetje de landbouwsector in Gelderland. Dan vind ik dat daar nadrukkelijk plaats voor moet zijn. Dat wij de agrariërs moeten ondersteunen. Nooit verplicht uitkopen, omdat zij gewoon een hele belangrijke bijdrage leeft. Dus belangrijk in ons landschap. Hè. Ik ben opgegroeid in een dorp waar heel veel boerderijen zijn. En dat vind ik dus ook heel waardevol landschap. Daar wordt een beetje makkelijk over gedaan. Zij willen een toekomst die niet past bij het beschermen van natuur. En jullie vroegen mij om aan te geven, waar vind je, wat voor samenleving zie je voor je in 2050? Ja, en dat heb ik een beetje geprobeerd uit te beelden, is dat er dan rust is voor iedereen. Daarnaast is het heel belangrijk, wat je ziet is hier een man met 2 kinderen, hier een aantal kinderen. Dat is, het staat ook rondom een kerk, dat is ook gemeenschapszin. En dat heb ik ook proberen uit te beelden door die huisjes die hier staan. En dat zijn 2 belangrijke dingen die ik de kleinkinderen toewens. Is dat ze rust en gemeenschapszin met elkaar mogen hebben. Als je voor gemeenschapszin gaat, dan heb je een flinke kluif. Dan heb je de schaalverkleining nodig. Want ja, goed, probeer maar eens. Ik weet nog de tijd dat mijn moeder nog elke dag de bakker aan huis kreeg. En ook de groenteboer en de melkboer, die kwamen allemaal gezamenlijk aan huis. En die hadden niet alleen een functie van het voorzien van voedsel, maar ook een maatschappelijke functie. Want die hoorden de problemen die er waren en die konden daar op hun manier een steentje aan bijdragen. En als de bakker het niet was, dan was het de melkboer wel. Wat wij zien en waar ik ook heel erg in geloof, is de innovatie die zit in ondernemerschap. De innovatie die zit bij boerenbedrijven om steeds met nieuwe technieken tot betere oplossingen te komen en tot een betere productie te komen. Als je heel voorzichtig was begonnen met handelen 40 jaar geleden, was het probleem nu sowieso niet zo groot geweest. De Bijbel zegt dat dat de boer het leven van zijn dier kent. En als ik dan soms boeren zien met 4.000-5.000 koeien, dan denk ik van, hey, dat kan dus nooit het geval zijn. En er zijn ook boeren waar wij heel erg blij mee moeten zijn. Dat zijn de boeren van de toekomst, die natuurinclusief werken, die rekening houden met de natuur, die ook circulair werken. Ook heel veel boeren willen in hun hart gewoon terug naar een kleinschalige vorm van landbouw. Die dan heel optimaal voedsel produceert. Ja. Ik moet echt zo nodig pissen. Maar weet je waar dat nog steeds niet kan in Gelderland? Ach, nee. In de trein. Nou, in de kleine treintjes. Daar kan je nog steeds niet naar de wc, hè? Ja, ook kan niet. Wel, maar het wordt zo vies dan. En in de asbak? Als je de asbak hangt er ook niet meer in. Dan moeten we eens laten uitzoeken wanneer dat nou een keer verandert. Pissen in de trein, moet kunnen. Ja, moet kunnen. Hey, ik ben Martijn. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen trek ik samen met mijn camera de hele provincie door om in beeld te brengen wat de kloof is tussen de burger en de overheid. Want weten ze vanachter dat bureau in het provinciehuis wel wat er nou echt speelt in onze provincie? Ik ga het uitzoeken. Hey, ik ben hier op station Arnhem Centraal en ik heb je afgesproken met Greetje. Hallo. Hallo. Hi. Ik ben Greetje van Amstel. Ik actiegroep, die heet Playback.
doordat er een toilet moet zijn in elke trein. En dat maakt Greetje graag aan iedereen duidelijk. Ja, nou, we gaan naar de trein van Arriva. Die rijdt van Arnhem naar Winterswijk. Het is langer dan een uur en er zit geen toilet in. Dat vind ik gewoon schandalig. Ik ben hartstikke pissig om. Ik zet eventjes een emmer neer voor mensen die in nood zijn. Want ja, als je hier een uur in zit en je hebt plotseling moedje en je kunt niet omdat de trein rijdt, dan kun je hier. Dus deze trein heeft tijdelijk een toilet. In deze Arriva-trein voert Greetje actie. In de hoop dat er een definitieve oplossing komt. Nou, kijk eens even aan. In geval van nood. Het moet een echte wc komen, omdat een trein moet toegankelijk zijn voor iedereen. En dat betekent ook mensen die een beperking hebben, die bijvoorbeeld MS hebben, of die de ziekte van Crohn hebben, of die een probleem met maag, lever of darm, of die ouder zijn. Ik reis een stuk mee met Greetje met de trein en we hebben het erover hoe haar acties voor meer toiletten in de trein al jaren geleden begonnen. Onze dochter heet MS. En wij schrokken heel erg dat de trein zouden komen zonder toilet. Dus wij begonnen met actie voor. Dus ondertussen zijn in alle treinen van de NS is het toilet ingebouwd. Bij de NS heeft Greetjes actie dus succes gehad. Maar de regionale treinen in Gelderland hebben geen toiletten. Ja, het merkwaardige is dat de provincie Gelderland steeds zegt dat het is te duur. Terwijl andere provincies hebben wel treinen met toiletten. Zo rijdt Arriva in Groningen en Friesland en ook in Limburg wel met treinen met toiletten. Gelderland is dus de enige uitzondering. Volgens de provincie zijn er toiletten beschikbaar op de perrons, maar is inbouwen in nieuwe treinen te duur. In de vorige spooraanbesteding stond niets over toiletten, maar mogelijk maakt de provincie dat bij een nieuwe spooraanbesteding in 2025 wel verplicht. Al heel lang hebben we het aangekaart en ik vind dat er nou eens gewoon een onafhankelijke partij moet gaan kijken wat hier aan de hand is. Dus, Greetje weet het zeker, tussen de burger en de overheid is een enorme kloof. Duurzame energie, ook een provinciaal thema. Ja, windmolens, zonnepanelen of kernenergie, roept u maar. Wat ik wel als modern element in terugzie, zijn deze twee dingen. Zijn dat windmolens? Ja, dat zouden wel windmolens zijn. Ja. Dus die zijn er wel. Windmolens, schone energie. Die ziet u wel als onderdeel van de rustige wereld in 2050. Ja. Die hoort er wel bij. Die hoort er wel bij. Ja? Ja. Er is een enorme discussie geweest over windmolens rondom de Veluwe. Ik heb er met opzet een aantal getekend. Ja, zie zo meteen staan. Ja, hè? Ja. Het vreet enorm veel ruimte. Het kost heel veel geld. En het lost het probleem niet op. En het is ook nog eens op veel momenten onbetrouwbaar, omdat de zon niet schijnt of de wind niet hard genoeg waait. Dus wij zijn heel erg voor kernenergie. Twee windmolens of veel meer? Nou, veel meer eigenlijk niet. De provincie is er om de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving te bewaken. En als je de hele ruimte die om ons heen volzet met windmolens, dan komt het niet goed. En vandaar dat ik ook een poging gedaan hebt om een kernenergiecentrale of een andere centrale te tekenen. Dat is een kerncentrale. Volt is voor kerncentrales, maar niet in Gelderland. Omdat de Maas is al een regenrivier, de Rijn is een regenrivier aan het worden. Op de lange termijn kun je niet garanderen dat er altijd koelwater is. Okay. Dus dat vinden wij niet verstandig. Je moet kerncentrales neerzetten op plekken waar altijd koelwater is. Als het over wonen gaat bijvoorbeeld, vinden wij het heel belangrijk dat je overal bouwt. Ik kom zelf uit een dorp, uit Groesbeek. Maar dat je ook daarmee gewoon de voorzieningen in stand houdt die in die dorpen nodig zijn. Hè? Het minimum aan winkels, dat de school open blijft. Ook Volt vindt dat er vooral binnenstedelijk gebouwd moet worden. En als er gebouwd moet worden, dan eigenlijk vooral in de kleine kernen. Om die kleine kernen levensvatbaarder te maken. Ja, denk ik wel. Ja. Daar hebben we een overeenkomst. Het is duidelijk welke partij het is. Ja, 21, maar ja, waar zeg ik dan ja? Tegen vraag ik me dan altijd af. Maar in ieder geval zie ik hier, dat is een groot punt in de provinciepolitiek, de boeren.
boerenbedrijven zijn familiebedrijven die generaties lang in de familie zijn. Waar mensen ook al generaties lang op die plek wonen, op die plek hun bedrijfsvoering hebben. En wat ik zie is bij heel veel mensen gewoon de wanhoop. Omdat regelgeving iedere keer verandert. Omdat iedere keer als ze geïnvesteerd hebben, blijkt dat het weer anders moet. Dus waar ik dus veel meer voor sta, wat wij gewoon willen, is met elkaar in overleg, met elkaar de doelstellingen bepalen. En als je daar iets meer tijd voor nodig hebt dan 2030. Wij hebben het over 2050 zelfs. Hè? Daarom, dus 2050. Zitten we dan nog in hetzelfde systeem waar het nu zeg maar, de grenzen bereikt heeft? Dat noemen we even het Mansholt-systeem. Of zijn we dan naar een duurzamer, natuurvriendelijker, noem het maar zoals je wil? Ik denk dat wij dan een volledig duurzame landbouw hebben. En om al die duurzaamheidsvoorzieningen, al die duurzaamheidsaspecten te kunnen waarmaken, moet je natuurlijk ook gewoon geld kunnen verdienen. Want alleen als je geld verdient, kun je daar ook weer in investeren. Ja, Gelderland doet nu geen gedwongen uitkoop. Is dat iets wat wel of niet zou moeten? Uitkoop van boeren? Ik denk dat je er uiteindelijk niet aan ontkomt. In Gelderland zeggen ze, nee, het is niet nodig, het huidige provinciebestuur. Nou, Gelderland heeft het volgens mij van alle provincies het grootste stikstofprobleem. En het kan zijn dat er partijen zijn die zeggen, het is niet nodig. Maar ik kan me niet voorstellen dat je het zonder kan. Maar verder is Gelderland wel erg leeg, is mijn indruk. Nee, er zitten... Hoezo leeg? Dus, dit is allemaal een bewoning. Oh, dat zijn de plaatsen. Dat zijn de plaatsen. Ja. En hier de dorpen. Ja, ik moet nog een legende erbij hebben. Ja, natuurlijk. Ja, maar... Nee, maar ik zie geen koeien, ik zie geen boeren. Ja, al het lichtgroene land is landbouwgrond. Nou, meneer Ruitenberg. Flink met de verf. Wat vindt u er zelf van? Ik vind het niet mooi. Niet mooi? Nee, ik weet hoe dat komt. Een rode kerk in het midden. De rode kerk, ja. Het dakplaat is rood, maar ja, goed, al. U had het in het gesprek met René over, dat, over de rust. Een soort hemelse staat of een heilstaat, zullen anderen het noemen. Dat die misschien niet op aarde bereikbaar was, maar dat we een poging moeten doen. Wat ik zie, is dat er steeds minder mensen aan die hoge kwaliteitsnormen die wij stellen beantwoorden. Dus er komen er steeds meer onderaan te bungelen die daar niet aan verantwoorden. Dus we vragen te veel soms. Is het dus een prestatiemaatschappij, bedoelt u dat woord? Ja. Dan heb ik nog iets. Ik zie mensen in het bos, maar er is ook zoiets van, er loopt nu zo'n beest rond. Prachtig beest, maar soms ook een beetje gevaarlijk voor sommige dieren. De wolf. Waar zie ik die? Zie ik die? Is daar ruimte voor? Nee, wij zien... Kijk, het is weer hetzelfde verhaal als je nou naar Gelderland kijkt in de volledige samenhang. We moeten hier heel veel mensen huisvesten, we moeten hier bedrijven huisvesten. We willen recreatie, we willen landbouwbedrijven. Daar past gewoon een wolf niet in. Gelderland wordt wel een windmolenland, toch? Zie ik het goed? Langs de rivieren, de vallei? Vooral langs de A15. Oh, langs de Betuwe-route. Langs de Betuwe-route. Maar ook wel in de vallei heel veel, langs de A30. Ja, langs de A30, rondom Ede en rondom Barneveld. Dat zijn prima plekken. En langs de IJssel. Ja. Maar de Achterhoek blijft groen. Ik ken de Achterhoek niet goed genoeg om te weten waar je daar... Voor 15 maart moeten er nog wel een paar keer... Ja, zeker. Ik zal nog een paar keer met de fiets die kant op gaan. Ja, dat vind ik wel belangrijk. U hebt een beetje mee kunnen luisteren wat jaar 21 en wat Volt van plannen had. Ja, u zit een beetje daartussenin, heb ik het idee. Hebt u iets gehoord waar u denkt, dat is wel een beetje... Dat willen wij ook eigenlijk wel. Nou, kijk maar wat jaar 21 zei over... Over de boeren en over de energietransitie, dat spreekt mij wel aan. Wij als SGP zijn, en dat is jammer voor de dame van Volt, wij zijn niet zo Europees-minded. We zijn beter, we houden het liever wat kleiner, weet je wel, gewoon als Nederland. Maar ik denk dat er zeker als we een goed gesprek met elkaar hebben, dat we daaruit komen. Ja, dat idee hebben we ook al. Zit er best wel overlap, hè? Misschien wel meer dan vorige week. Ja, ja. Ja, en dat heeft ook te maken met het onderwerpenveld wat de provincie bestrijkt. En ik denk dat daar best hele goede raakvlakken zitten. Ja, mooi. Ja,
Ja, dit is natuurlijk het moment waar meneer Ruitenberg al 4 jaar tegenop ziet. We denken er nog wel eens aan terug. Hè? Ja, we hadden beetje... leuke avonden, zei dat, ja. Als we daar aan terugdenken. Aan u in de quiz. Lachen om Ruitenberg. Was ja. Dat, hè? Ja. Maar u heeft ze natuurlijk. Dat mag je. Ik heb liever dat jullie omlachen dan. Ja, nou ja, ook al met u lachen. Maar u heeft zich 4 jaar lang natuurlijk nu goed voorbereid op dit moment. Ja, zeker. Zeker. Heel goed voorbereid. Gaat helemaal goed komen. Ja, dat schilderen is leuk. Ja, het schilderen was leuk. Maar het venijn zit altijd in de staart. Ja, hier worden de punten gescoord. En als u Gelders volksvertegenwoordiger wil zijn, dan moet u wel kennis hebben van de Gelderse geschiedenis. Heeft u zich voorbereid trouwens? Nee. Helemaal niet? Nee, buiten het verhaal wat ik vorige week van jullie heb gehoord. Ja. Nou ja, dan hopen we er maar het beste van. Ik begin al, het vindt nou al spannend. Ja, ik het vindt nou al spannend. Ze was 1 uur eerder hier in het Stadsmuseum Harderwijk om de tentoonstelling nog even in alle rust te kunnen bekijken over de Gelderse geschiedenis. Heerlijk. Het was heerlijk om dat te doen. Was mooi? Ja, het was erg mooi en heerlijk rustig. Ik begreep dat het een heel drukke tentoonstelling is. Hij loopt heel goed. Ja, zeker. Dus ik ben dus dubbel blij dat ik nou vandaag hem even heb gezien. U bent bevoorrecht. Ja. Of het u ook gaat helpen bij de quiz, dat is nog maar de vraag. Dat gaan we merken. Vraag 1. Hoe heten de mausolea uit de prehistorie, die ook wel de Gelderse hunnebedden worden genoemd, en waar er alleen al op de Veluwe meer dan 1000 van zijn gevonden? Kijk, we zien ze hier bijvoorbeeld. Ja, dat zijn van die graven. Ja, ja. Hoe noemen we ze nou? Ja, natuurgraven. Maar wat ziet u? Wat ziet u? In... Gewoon een stulp in het landschap. En hoe noem je dat ook wel? Een wal. Gelders hunnebed. Hoe noemen we dit? Ik heb geen idee. Dat was nog in het nieuws afgelopen week, de afgelopen tijd. Dat er zoveel nieuwe exemplaren van zijn gevonden. We doen hints. Nee, ik denk dat we er echt niet uit gaan komen. Nee, ik denk het ook. Nee, we zien hier zo'n... Grafheuvels, dat weet ik wel. Die hebben we bij Wageningen ook. Zeker, op de hele Veluwe zijn we. De hele Veluwe. Dat is 1 punt al, hè? Dat is wel 1 punt. Dat is wel 1 punt. Vraag 2. Vraag 2. De Nederlandse schilderkunst die begon aan het einde van de 14e eeuw... met een schilder uit Nijmegen. Hij was de eerste bij naam bekende schilder. Over wie hebben we het? Hij maakte dit doek. Als u de afgelopen weken een beetje heeft gekeken... Jawel, jawel, jawel. Ik heb het wel gehoord, maar het is... Weet u wel waar dit schilderij hangt? Dat is een half punt als je het goed heeft. Nijmegen? Ja, daar hangt de replica. De heer Ruitenberg, het begint toch erg moedeloos te worden. Ik zou toch wel een beetje hulp inroepen van hoge hand. Hoe heet de eerste bij naam bekende Nederlandse schilder? En hij maakt ook dit schilderij. Van Maalwaal. Weet u de voornaam ook? Volgens mij Jacob. Of Johan. Eén van de twee. Gokt u? Ik gok. Jacob. We rekenen het half goed. Ja, dat is Maalwaal, toch? Nee? Ja, wel. Nee. Ja, van de gebroeders van Limburg. Ja, Limburg tegenwoordig. Ja, maar goed, Limburg. Ja, nee, maar niet Maalwaal, nou. Nee. Ik zag gewoon nu niks meer zeggen. Het was goed. Maalwaal. Maalwaal was wel goed. Ah. Vraag 3. Welke missionaris bracht het christendom naar de Achterhoek? We zien hem hier. Was het A. Willibrord, B. Bonifatius of C. Lutger? Ik dacht dat het Willebrocht was, maar ik weet het niet zeker. U gaat voor A? Ik ga voor A. Willebrocht? Ik denk Willebrocht. Jammer, hè? Ik denk Lutger. Oh, gelukkig. Ik ben oprecht blij. Deze vraag gaat ook lukken. Deze gaat ook lukken, ja. Ik blijf positief. Ja, nee, hij kan nog op 3 punten komen. Dat zou heel mooi zijn. Uit welk Veluws dorp namen de nazi's in oktober 1944 honderden mannen mee naar concentratiekampen als brute vergeldingsactie? Putten. Putten? Ja, dat was Putten. Ja. Dat vind ik veel te makkelijk. Ja, maar zo'n vraag uit collectief geheugen is... Ja, het frist het wel op. Ja, is goed om te doen. Dat is nu 2,5 punt al. 2,5 punt. En dan vraag 5. Wie verwoestte het eeuwenoude kasteel Waardenburg aan de Waal tijdens een belegering in 1574 tijdens de 80-jarige oorlog? We zien hier het kasteel. De helft werd verwoest en de andere helft staat er nu nog. Een oorlogsmisdaad van het zuiverste water. Kan er maar één zijn. Tuurlijk. U kent hem goed, meneer Ruitenberg. Ja, dat is best Willem van Oranje misschien. Ja. Hij maakt wel het eindspurtje. Hij maakt wel een eindspurtje. Hij maakt een eindspurtje. Hij was niet snel op gang, Ruitenberg.
Maar uiteindelijk is het met de SGP-man toch nog goed gekomen. Het is dus er voldoende, meneer Ruitenberg. Ja, geweldig, van de vijf. Zie je wel. Het compenseert de schilder een beetje. Rustig blijven en altijd positief blijven. 80-jarige oorlog, oorlogsmisdaad. U kunt een beetje om zich heen kijken. Dan komt u misschien op ideeën. Weet je, over uw schouder kijken. Ik weet hem. Als jullie hem zeggen, weet ik hem. Maar ja, ik kan hem niet zo op. Daar ligt hij, op de grond. Was dat Willem van Oranje? Nee. Ja, Willem van Oranje was het, toch? Ja, Willem van Oranje. Drie punten. Drie punten. Dat is best goed. Dat is netjes, hoor. Ik denk Willem van Oranje dan, maar dat is... Ja, glunderend, hè? Ja. Gaat u stampen? Mag ik? Ja, hoor, zeker. Ja. Gaat u het doen? Ja, dat ga ik dat doen. Kijk. Kijk, is niet te goed. Alsjeblieft. 3,5 punt. Of rekenen we hier nog een halve punt extra voor het stampen? Nee. Voor het woordje van. Ja, ik vond hem streng, maar ik denk ja... Nou, dan maken we er 4 punten van. 4 punten. 4 punten. Wil je meer weten over de prachtige Gelderse geschiedenis? Kijk dan op riddersvangelre.nl. Ja, want hier lees je veel meer over de historie van onze prachtige provincie. Leer je ons beter kennen. En ontdek je wanneer je met ridder René op pad kunt. Gezellig. René, ik vond het een inspirerende dag. Nou, en iedereen gaat maar te voldoende naar huis. Ja. Voor de quiz, hè. Dus dat is wel erg goed. Mooi, ja. Mooi. Heel mooi. Heel mooi, ja. Zeker. Heel mooi. Ja, ik vond het toch verrassend. Ik dank u zeer. Ik wens u veel succes. Hè. Tot ziens. Met de wijsheid. Hey, dank u wel. Dank tot ziens. En kom nog een keer langs, hè, voor de tentoonstelling. Ja. Rustig te bekijken. En denk aan de ongeborenen, hè. Veel succes. Ik vond het een... Het was echt een mooie, mooie dag. Ik vond het ook wel echt iets van, daar kunnen we samen wel iets mee. Er waren overeenkomsten die niet uit aankomen. Ja, precies. Het was echt verrassend dat er zoveel... heel gemeenschappelijk. Een beetje chance. Zeker uit. Nee, het is goed dat jij erachter dus ging staan, want...